Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Koudekerk is na 13 jaar weer terechtgekomen in de kelder van het amateurvoetbal. En Alfse Boys heeft de zaterdagtak nieuw leven ingeblazen. En dus begint het onderaan de ladder in de vierde klasse A. En dat is gelijk een keiharde kennismaking. Een overtreding op de keeper, waar zie je dat nog? Het is bijna alsof je een computerspelletje aan het spelen bent. FIFA of Pro Evolution Soccer. Gele kaart voor Jorin Rozenbrand voor zijn overtreding. Aan de overkant buitenspel. Dus gaat de mogelijkheid voor Alfse Boys niet door. Beide ploegen spelen het hard tegen hard. Actie van Oliveira. Die meldt zich bij de scheidsrechter, krijgt een vrije trap. Maar dat is niet genoeg naar zijn zin. Zoekt de confrontatie met Brian van Delft. Terug na een jaar niet te hebben gevoetbald. En Oliveira krijgt dan geel van de scheidsrechter. Vanwege aanhoudend commentaar. Muur van de einde is streng. En hier is de vrije trap voor Koudekerk die net geen treffer oplevert. Veel spanning op voorhand. Wat zou de krachtsverhouding zijn tussen deze twee ploegen? Een degradant en een nieuwe ploeg net bij elkaar geformeerd. En hier is Alfse Boys meteen in de problemen. En er wordt een raak geschoten door Bas van Heert. Wat een manier om te vieren dat je weer fit bent. De aanvoerder heeft bijna een jaar lang in de lappenmand gezeten. En hier profiteert hij van aanvankelijk wat een goede verdedigende actie lijkt van Roosberg. En dan is het stiftballetje onhoudbaar. En heeft Koudekerk de leiding te pakken op eigen veld. Vrije trap van Daniel Wildschut. Ten nauwe nood gered. En in de rebound tegen de kruising aangeschoten. Na die vrije trap van een voormalig Koudekerks kampioen buikschuiven. Die wordt getroost door zijn trainer Ronald Rosdorf. Hij is opnieuw de man aan het roer in Koudekerk. En treft aan de overkant deze John Cuvelier. In theorie geen hoofdtrainer, want hij heeft de papieren niet. Dus is Ronald Martin de man die formeel verantwoordelijk is. Maar in praktijk geeft hij de aanwijzingen. Oud-jeugdtrainer van Alfse Boys. Dit is een gevaarlijke vrije trap van de aanvoerder van de Alfenaren, Delano Kip. Veel spelers met een verleden in de jeugdopleiding van Alfse Boys, die natuurlijk hoog wordt aangeslagen. Dit is ook een hoge bal en goede genade! Sander Smant is de naam. Overgekomen van Zwammerdam. En komt dan terecht op een niveau waar hij eigenlijk te goed voor is. En dat laat hij hier ook zien. Wat een doelpunt. Die zie je in de derde en tweede divisie zelfs niet. Maar hij doet het gewoon. Op het veld in Koudekerk. Sander Smant zorgt voor de 2-0. En dan wordt het lastig voor Alfse Boys. Dat nog wel gevaarlijk wordt via de lucht. Roosberg kopt net naast. Maar de Koudekerkse aanhang maakt zich al op de eerste 3 punten. Tenzij er nog gekke dingen kunnen gebeuren. Dit is wel raak. Maar er wordt gevlacht. Dus geen doelpunt. Vanwege buitenspel. Daar ontsnapt Koudekerk. Vorig jaar degradeerde Koudekerk in de nacompetitie door Van Alvia te verliezen. Dit is een overtreding van Oliveira. Speelt met vuur, want heeft al een gele kaart op zak en moet dus van het toneel, verdwijnen. Vrije trap van Alfse Boys. Wordt er eigenlijk niet goed opgelet door Koudekerk en is het alsnog raak. Maar wordt er meteen gefloten vanwege buitenspel van Kip. Hij staat in buitenspelpositie. Dat wijzen de beelden ook uit. De vraag is of hij de bal aanraakt. Maar hoe dan ook, hij is wel aan het spel betrokken. Dus geen aansluitingstreffer. De overwinning is voor Koudekerk. 2-0. Een vervelend debuut voor Alfse Boys in de vierde klasse. En voor Koudekerk zijn de eerste 3 punten binnen. Hier heb je doel schoongehouden in de eerste wedstrijd. Ja, lekker. Dat is wel een lekker begin zo van het seizoen. Belangrijk. Ik krijg nog een broodje bal naar van de trainer. Bij de 0 houden krijg ik een broodje bal. Dus ja, lekker begin zo. Heerlijk begin, hè? Nou, we hadden wel een aardig gevoel, zeg maar, ook richting deze wedstrijd. Ondanks dat we dinsdagavond wedstrijd tegen Benarders. Wat bedoel je aardig gevoel? Nou, zeg maar dat ik steeds meer begon te merken dat het heel erg aan het leven was bij die gasten. Dat ze, ik zag die kopjes te scherp opstaan. Ook vanochtend, dinsdagavond was de tweede helft tegen Benarders heel matig. Maar nu zag ik echt wat we in huis hebben en dat we heel gedisciplineerd hebben gespeeld als ploeg. Zijn keihard werken voor iedere meter grond. Ja, als dit de standaard is wat we kunnen volhouden, dan ben ik heel tevreden. Ik probeer ze natuurlijk al
maanden te waarschuwen voor wat we tegen kunnen komen. Dat heeft alles. Tegenstanders, scheidsrechters, grensrechters. Maar daar moet je je eigen van afsluiten. En als je dat niet kan en je gaat mee in hun fanatisme en foutjes die er in jouw ogen gemaakt worden door de leiding of door de grensrechter die twee keer op de spelvlag waarvan ik zeg, joh, het is een beetje twijfelachtig. Maar goed, daar heb je mee te maken. En daar kunnen we eigenlijk nog steeds niet in wapenen. En terwijl we daar elke week op hameren van, jongens, dit ga je tegenkomen. Is dit welkom in de vierde klas? Dit is zeker welkom in de vierde klas, ja. Maar ik wist wel wat er te wachten staat. Omdat je natuurlijk toch wel even wat ouder bent en weet wat je voor je kiezen krijgt. Alleen, we kunnen er gewoon niet als volwassen kerels mee omgaan. We zien een Alphense Boys voetballen op een zo'n vreselijk te laag tempo met zo slecht voetbal. Dat ik denk van, nou jongens, dit is gewoon Alphense Boys onwaardig wat je nu laat zien. Weet je, het is ook de manier waarop ik denk... Dat wij wel willen voetballen, maar ook mede door de scheids word je er wel uitgehaald. Ja, nou, John had er net ook over van al die randdingen eromheen, scheidsrechter, grensrechter, daar moet je eigenlijk van afsluiten. Was dat een beetje moeilijk om te doen? Weet je, als jij duels aangaat en die worden in hun richting, in het voordeel gegeven van hun, dan wordt het lastig voor jezelf. Je bent met me eens. Je mag een verlies mag je nooit altijd de scheidsrechter afschuiven. Nee, dat vind ik ook niet. Maar ik vond ons niet voetballen hoe wij kunnen. Dat sowieso niet. Maar ik vind er wel een oorzaak bij. Zien we Koudekerk bovenin meedraaien volgens jou? Denk het wel. Ik denk dat wat Bas ook gezegd had in de krant. Denk dat wij wel een team zijn om rekening mee te houden. Een gevaarlijke outsider zijn jullie. Outsider wil ik nog niet eens noemen, we hebben gewoon echt een goede ploeg. Ja. Durf je te zeggen dat jullie bij de bovenste vijf komen? Of zelf misschien nog een klein prijsje pakken? Ja, dat durf ik wel te zeggen, ja. Een quote voor jou vind ik altijd wel leuk. Wat is jouw quote over deze wedstrijd? Team spirit.